Yudot ibu picina bungae. Yudot ibu picina bungae. Yudot ibu picina bungae. Yudot ibu. Mijn moeder had een bepaald gevoel. En die zei tegen mijn broertje en ik van ja, Jimmy Jerry, het voelt niet goed aan. Ik heb een soort visioen gehad, hoe je het wil noemen, visioen, nachtmerrie. Het voelt niet goed aan, ik wil dat jullie eerder gaan of een vlug later. Want het voelt niet goed aan. En wij zeiden van, maar wat zegt hij nou? Ik bedoel, het is leuk met de jongens onder elkaar en het is gezellig. Vrienden zouden het naartoe gaan, familieleden in hetzelfde vliegtuig. Nee, alsjeblieft doe je het voor mij. Nou, hebben we dus toen gedaan, hebben we dit met hetzelfde vliegtuig. Zijn wij een week eerder naar Suriname gegaan. Maar ik was voor het eerst dat ik in Suriname was, dus ik wist helemaal niet hoe of wat. Dus ik had alleen maar korte broekjes meegenomen. Dus ik had hem gebeld van, hey, neem even wat spijkerbroeken en pantalonnetjes mee. Want ja, het is wel gezellig hier en s'avonds ken je dat nog allemaal wel aan hier. Dus zo gezegd, zo gedaan. En hij belde op en zei, ja, hoe was het? Ik zei, ja, zo top en zo, want hij was ook nog nooit geweest. Dus ja, iedereen verheugde zich erop. Nou, de dag dat ze dus ze zouden landen, nou, dan hoorde je dus op de radio dat vliegtuig neer was gestort. Nou, in eerste instantie, ja, je denkt van, nou ja, ze zullen wel een noodlanding gemaakt hebben en het zal wel goed aflopen of afgelopen zijn. Nou, en dan hoor je ineens dat er wat aantal doden zijn. Nou, en dan sta je ook nog steeds nog niet bij stil, totdat je ineens de namen hoort en dat het steeds meer werden. Nou, en ik ben toen naar het ziekenhuis geweest en heb toen wat lijken gezien. En heel dat ziekenhuis lag vol met allemaal van die lijkzakken. En iedereen was verbrand. En toen heb ik mijn beste vriend nog gezien en die lag in zo'n lijkzak. En die heb ik nog geïdentificeerd. En ik heb hem alleen aan zijn tanden en aan zijn riem kunnen identificeren, want hij was dus helemaal verbrand. Dus dit is net wat eruit steekt en dit hebben ze eigenlijk nooit meer aangevuld, jammer genoeg. Maar daar zie je dus ook nog uitsteken. Maar waarom moet het zeggen? Ja, het is ook een beetje laksheid natuurlijk. Hè? Een beetje de Surinaamse rottigheid. Begrijp je ook? Ja. Kijk, als je goed kijkt vanaf de straat, wie het niet weet, die loopt niet eens door het ding hier naartoe. Nee precies. Ja. Maar ik zie dit voor het eerst. Ik ook. Ja, ik had het toen in die reportage voor het Parool, had ik dit ook al gefotografeerd. Toen was dat monument in aanbouw. Ja. En toen heb ik het een shot gemaakt van hier. En dan kan je die foto's laten zien, nou, is precies hetzelfde is gebleven. Het was alleen roder, dat spul, en daar heb ik het gezien. En kijk, die boom die hij geraakt heeft, die staat daar. Oh, ja, ja, ja. Zie je hem? Oh, die boom, die grote. Die daar. Maar die kon niet, kijk, die is heel dunne. Die ja, inderdaad. Hij is gekanteld, op zijn rug terecht gekomen en toen is alles. Ja, man. Leven die staat, het is niet wat ons scheidt, dat is wat ons bindt. Dat is het leven. Als we elkaar vastpakken, gewoon in een minuutje stil houden. Ja, jongens.